Shawnee heeft het nummer 8. Dus als iemand van de organisatie dat ook wil bijhouden, je houdt ook jouw briefje bij voorlopig. Shawnee, stel jezelf even voor. Hallo, ik ben Rafer Shawnee. Ik woon in Westminster. Ik ben 21 jaar. Mijn hobby's zijn mama zijn. Waarom ik mijn eigen heb ingeschreven? Omdat ik wil tonen dat mama's ook nog missen in plaats kunnen zijn. Dan hebben we Hanne de Jonge. En Hanne heeft het nummer 17. Ik ben Hanne de Jonge. Ik ben van West-Vlaanderen, van Slipskapelle. Ik kom 20 jaar in april en mijn hobby's zijn vooral paardrijden en ook een beetje fotoshoots doen. Ik studeer voor het moment verpleegkunde in Ruslare. En waarom ik echt meedoe, dat is eigenlijk vooral om jonge mensen te motiveren, ook al heb je een aandoening, dat je toch kunt meedoen aan de misverkiezing. Want ik heb bijvoorbeeld de aandoening dubbel scoliose en mijn rug staat volledig vast. Maar dat weerhoudt me niet om hier toch niet aan mee te doen. De volgende kandidate is Kimberly van Wallen. Kimberly heeft het nummer 14. Ik ben Kimberly van Wallen, ik kom uit Steken en ik ben 22 jaar. Mijn hobby is, ik zit in de KLE, dat is een jeugdbeweging op Steken. Ik werk in de wellness in Temse. En ik doe mee aan deze misverkiezing voor de ervaring, voor de nieuwe vriendinnen en omdat het gewoon leuk is. Dank u. De vierde kandidaat in de rij is Renske de Pachter. Renske heeft het nummer 16. Nou, ik ben Renske de Pachter. Ik woon sinds september hier in Torhout, in West-Vlaanderen. Daar studeer ik aan de school het VLTI, de volgende opleiding paardrijden en verzorgen. Mijn hobby's zijn paardrijden, zingen en dansen. En ja, ik doe mee omdat het me een hele leuke ervaring biedt. Dankjewel. Volgende kandidaat is Janelle Goossen. En Janelle heeft het nummer 12. Goedenavond, ik ben Janelle Goossens. Ik woon in Sint-Nicolaas sinds september, 18 jaar. Mijn hobby's zijn fitness, thai-box en dansen. Ik heb voor dit gekozen omdat ik iets anders wil proberen dan een harde sport. En het leek me leuk om te doen. Dankjewel. Dan hebben we Romina D'Acquisto. En Romina heeft het nummer 6. Ja. Goedenavond iedereen, mijn naam is Romina D'Acquisto. Ik ben 17 jaar oud, woon in Temse. Ik volg nu verzorging op Sint Carolus in Sint-Niklaas. En mijn hobby is dansen op Klapaya. En ik doe ook mee aan de shows. Waarom ik meedoe aan Miss Sint-Niklaas is voor de ervaring en voor zelfvertrouwen te creëren. Dankjewel. Van Romina gaan we naar Caro van Boven. En Caro heeft het nummer 11. Hallo, ik ben Caro van Boven. Ik ben 8 jaar oud. Ik zit op Sint-Carolus. 18. 18, ja. Ik zit op Sint-Carolus, 6e jaar. Ik ga werk studeren als kleuteronderwijs. Ik heb niet echt hobby's, maar ik dans heel graag. En ik woon in Sint-Carolus. Dank u. En voor alle duidelijkheid, voor de journalisten, het is 18. Ja. En dan hebben we Chloé Le Bastard, denk ik dat ik het juist uitspreek. En je hebt het nummer 1. Ah, wel. Ik ben Chloé Le Bastard, ik ben 20 jaar, mijn vriend is cheerleader. Ik doe mee aan deze wedstrijd, omdat het is een avontuur om het eens mee te maken. De
Volgende kandidaat, Indira Koereman. Je hebt nummer 4. Hallo, ik ben Indira Koereman. Ik ben 19 jaar. Ik woon in Buggenhout. Mijn hobby is paardrijden en fitness. Ik doe ook modellenwerk. Ik ga naar school nog en ik doe daar schoonheidsspecialisten. Hiervoor heb ik verzorging gedaan. En ik ga ook nog naar school voor make-up artist. Ik doe mee aan Miss Sinterklaas voor de ervaring. Dat ik het goed om daar aan mee te doen. En ja, gewoon om een beetje meer zelfvertrouwen te hebben. Maar ja. Ik geef ook nog even mee dat men op zich niet echt heeft kunnen voorbereiden. We wouden zelf eens zien hoe creatief men ging zijn om zichzelf voor te stellen. We hebben enkel meegegeven dat het toch minstens 1 minuut diende te duren. En dat men bij hobby's niet mocht zeggen dat men graag gaat shoppen of uitgaat. Want dat doet elk meisje graag. We moesten dus creatiever zijn. En de volgende kandidaat is Bo Meerte. Goedenavond iedereen, mijn naam is Bo Meerte. Ik ben 25 jaar geboren en getogen in Sint-Niklaas. Ik woon sinds januari in Nieuwkerk. Ik ben een single mama met een zoontje van 2,5 jaar, Milan. Milan is mijn alles, dus mijn vrije tijd gaat vooral naar hem. Ik heb co-ouderschap, dus ik heb ook wel vrije weekends. De vrije weekends gaan eten, overal gaan cinema. Zoals iedere vrouw doet, graag gaan winkelen, maar dat mag ik niet zeggen. En anders met mijn zoontje, leuke activiteitjes zoals gaan wandelen in de zomer, de dierentuin. Dus ja, dat was het. Dan is het, heeft het al gezien op het papier, Jacobziek Alexandra. Goedenavond, mijn naam is Jacobziek Alexandra. Ik ben 20 jaar, ik woon in Sint-Niklaas sinds een jaar. Daarvoor woonde ik in Temse. Ik heb gestudeerd op Sint-Carolus, gezondheid en welzijnswetenschappen. Daarna heb ik hogeschool gedaan, maar daar ben ik uiteindelijk mee gestopt omdat ik graag wel alleen ga wonen. Ondertussen werk ik in de Proximus winkel in Sint-Niklaas. Ik doe dat super graag, dus ja, buiten werken heb ik niet zoveel vrije tijd. Af en toe ga ik nog gaan fitnessen. Waarom ik meedoe aan deze verkiezing is vooral eigenlijk om leuke momenten te beleven met deze meisjes, om nieuwe vriendinnen te maken en ook om sterker in mijn schoenen te leren staan. Dank u wel. En Alexandra heeft het nummer 5. De volgende kandidaat, en het is een hele lijst, hè, dames en heren, is Amélie de Bont. Drie. Goedenavond iedereen, ik ben Amélie de Bont en ik woon in Hamme. Ik ben 18 jaar en ik zit in het Koninklijk Atelier Sint-Niklaas en ik volg toegepaste beeldende kunsten. Ik zou graag verder gaan voor kleuterlijsters en mijn hobby is tekenen. En de reden waarom ik meedoe is voor een ervaring en voor nieuwe meisjes die ik ken. Heel wat mooie namen in deze groep, waaronder de volgende, Adinda Youssef. Ik ben nummer 10. Nummer 10. Hallo, goedenavond. Ik ben Adinda. Ik ben 19 jaar, ik woon in Zeelen. Ik werk al in de panels. Mijn hobby's zijn dansen. Waarom ik eigenlijk mee heb gedaan aan deze misverkiezing is om meer zelfvertrouwen te creëren. Om natuurlijk deze fantastische meisjes te leren kennen en dat was het zo'n beetje. Dan gaan we over naar Kelly van den Branden. Kelly heeft de nummer 15. Goedenavond iedereen, ik ben Kelly van den Branden. Ik ben 19 jaar oud en ik kom in het Hamme. Ik volg toegepaste beeldende kunsten op het Koninklijk Atelier in Sint-Niklaas. Dus ik ben alle dagen wel bezig met creatieve opdrachten en de Sint-Niklaas-verkiezing met een nieuwe ervaring, een nieuwe uitdaging samen met mijn kunst combineren.
En ik doe ook mee voor nieuwe vriendinnen te leren kennen en voor, ja, gewoon nieuwe ervaringen. De volgende dame luistert naar de naam Sarah van der Velde. Nummer 13. Ongeluk. Zullen we zien. Goedenavond allemaal. Ik ben Sarah van der Velde. Ik ben van Sint-Niklaas afkomstig. Ik ben 22 jaar. Ik heb op Carolus gestudeerd als kinderverzorging. Dat heb ik eerst gedaan en dan een 7e jaar leefgroepenwerking. Dat houdt in dat je dan opvoedster bent, maar dan op 1 jaar basis. Mijn hobby's zijn kickbox en fitness. Voor de rest, ja, hang ik ook graag rond mijn vrienden. Ik werk als kinderverzorgster in kinderdagverblijf te Beveren voor kinderen van 0 tot 3 jaar. En waarom ik meedoe aan mijn Sint-Niklaas, dat is eigenlijk om ervaring rijker te worden en ook nieuwe vriendschappen op te bouwen en nieuwe mensen rondom mij te leren kennen. Dankjewel. En dan is het nu de beurt aan Marleen Heijmans. Nummer 9. Goedenavond allemaal, ik ben Marleen Heijmans. Ik ben 18 jaar en ik woon in Stekenen. Ik studeer momenteel mijn laatste jaar sociale en technische wetenschappen aan het Technisch Instituut Sint-Carolis. Ik doe mee aan met Sint-Niklaas omdat het mij allereerst een zeer boeiende, aangename en leerrijke ervaring leek. Maar ook omdat ik Sint-Niklaas een zeer mooie stad vind en dat mij enorm hard aanspreekt om de stad in een ander perspectief te gaan bekijken. Dank u wel. Dan is het de beurt aan Evelien de Smet. Zoals u ziet, dames en heren, een van de weinige blondjes in de selectie dit jaar. En zij heeft het nummer 18. Goedenavond, dames en heren, ik ben Evelien de Smet. Ik ben 17 jaar oud en ik woon in St. Paulus. Ik studeer nu toegepaste beeldende kunst aan Technisch Werk en Wonen in Sint-Niklaas. En ik ben heel blij dat ik een kunstrichting heb gevolgd, maar volgend jaar neem ik toch afscheid van de kunst en ga ik ergotherapie studeren aan Artevelde. Mijn hobby is volleybal. Ik doe dat al 10 jaar en ik doe dat heel, heel graag. Ik speel competitie bij derde provinciale. Ik train 2 keer in de week en speel dan nog eens wedstrijd. We hebben volgende week de finale voor het Oost-Vlaams kampioenschap, dus we kunnen altijd supporters gebruiken. Waarom heb ik meegedaan aan Miss Sint-Niklaas? Voor de ervaring om nieuwe vrienden te leren kennen, om ook gewoon om iets nieuws te doen. Om iets te doen dat ik nog niet gedaan heb. Dank u wel. Nog 4 dames te gaan. De eerstvolgende is Stefanie Arcati. En ze heeft het nummer 7. Goedenavond iedereen. Mijn naam is Stefanie Arcati. Ik ben 27 jaar en afkomstig uit Sint-Niklaas. Ik werk als management assistant in een chocolaterie te Borsbeek. Ik heb dan ook executive management assistant gestudeerd aan Karel de Grote Hogeschool. Mijn hobby's zijn fitness en fotografie, fotoshoots doen. Waarom dat ik meedoe aan deze verkiezing is omdat het een vrouwvriendelijke verkiezing is met leuke workshops. Ik wil me ook graag verder ontplooien als model en nieuwe ervaringen opdoen. Dank jullie wel. Sophie van den Berg, het is aan jou. Dus ik ben Sophie van den Berg, 19 jaar oud. Ik woon in Schiplaken. Mijn hobby is paardrijden en ik volg de richting paardrijden en verzorging in Torhout. De reden dat ik meedoe is om meer zelfvertrouwen te krijgen en het leek me ook een leuke ervaring. Dan is het de beurt aan Naomi Mardacci. En Naomi heeft het nummer 20. Ik ben Naomi Mardacci. Ik ben 24-25 geworden in juli. Ik ben afkomstig uit Lokeren. Ik studeer verpleegkunde mijn eerste jaar aan de Artevelde Hogeschool. Daar ben ik ook voorzitter van de studentenraad. En dat is een beetje mijn hobby. Studentenparticipatie en opkomen voor de rechten van de student.
Voor de rest ben een bezige bij. Ik ben vrijwilliger bij het Rode Kruis in Zeelen. En ik werk in het weekend om mijn studies en die zaken te bekosten. Dankjewel. En één dame hebben we nog niet gehoord en er zou normaal gezien nog maar één nummertje in de doos mogen zitten. En dat is voor Stefanie Aerts. En ze heeft het nummer 2. Goedenavond, ik ben Aerts Stefanie. Ik ben afkomstig van Aartselaar, dus niet hier op een mondstreken uiteraard. Ik ben al 6 jaar trotse mama van een dochtertje Evelien. Ik werk als zorgkundige in een rusthuis. Mijn hobby's heb ik niet, vooral genieten van het leven, van de leuke momenten. Dus, dat was het. Dank u wel. Zo, dames en heren, de eerste keer dat ze toch voor een publiek, een beperkt publiek, hebben moeten het woord nemen, los van de schoolsituatie, geeft u ze toch nog even een applausje.